Je kan het max 4 centimeter verlengen. Verlengen, ja, maar niet verdikken. Of? Nee, verlengen alleen. Oh. Oeh, maar waarom zou je? Dat is wat, je... wat ik weet, hè? Ik weet, niet, misschien kan het wel. Ja, ik heb wel eens gehoord of misschien zelfs gezien. Ik weet het even niet meer zeker. It's complicated. en Mahi. kennen jullie DC Youngfly? Is een comedian die staat uh, bij Wild Out van uh, van Nick Cannon. Oh, Ken ja, dat ja. Van? ja. Uh, hij heeft zijn vrouw toevallig daar ontmoet. Even een side dingetje. Goed, maar zijn vrouw dat was een hoop ophef, zeg maar. Want zij wilde een cosmetische ingreep doen na, haar, na, na het bevallen, zeg maar. Ze hebben drie mm. kinderen samen. En zij had een filmpje gemaakt op social media over van ja, weet je, ik, ja, ik, het is mijn beslissing. Ik, uh, doe, het is mijn lichaam, dus ik doe daarmee wat ik wil. En als ik dit wil doen, dan doe ik dat. Maar zij is dus komen te overlijden. Mm. Zij is overleden tijdens de ingreep. Oh shit, wat voor ingreep was het dan? Een um, uh, mommy. Oh, Tommy of zo, yeah. Tommy makeover, yeah. ja, mommy makeover. Yeah. Ja. Heet het zo? Tummy ja. Dat ja. ja. was het. Yeah. Dat is ook de meest voorkomende waar vrouwen aankomen te overlijden, toch? Dat er net iets te veel vet wordt weggehaald, waardoor ze de onder organen andere? niet kunnen overleven, toch? Ja, onder andere. Kijk bij een tummy talk wordt er ook een deel van je huid weggesneden. Oh wow. Maar uh, de gevaarlijkste operatie is echt wel de BBL. Ja. Oh. En uh, dan spuiten ze soms wel oh. heel verkeerd. <laughs> kom, 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 kom. Ah, dat hondje is er. Maar die moet echt meteen hebben. <laughs> Oplossing. schattig. Dus uh, dan spuiten ze soms wel eens uh, het vet verkeerd. En dan komt het in ah. je bloedbanen terecht. Ah. En dan krijg je dus bloedpropjes. Schiet het naar je hart. Ben je instantly dood. Ja, want 1 oh op de 3000 mensen die overlijdt echt aan een BBL. Ja. Dat is echt veel, hè. 1 op de 3000, is veel. is echt veel. Ja, dus ja. Niet doen. Sorry. Oh, wow. Maar dus wat jij nu vertelt, um, ook een ander verhaal, is dus dat de moeder van Kanye bijvoorbeeld daar ook aan overleden mm. is destijds. Dus je hoort die verhalen best wel veel. De moeder van Kanye West ja, is hier aan overleden. Ja, dat wist ik ook, ook eerlijk uh, gezegd niet. Ik wist het ook niet. Ja, een operatie gehad en die is toen daar aan overleden. Ja, Ziekerschap. Maar je hoort het wel echt vaker gebeuren de laatste tijd. Of het was gewoon een beetje een taboe in het begin. Of meer, mensen, meer tijdens... mensen doen het, waardoor het ook vaker gebeurt. Dat ook kunnen, ja, dat is zo. Want ja. Uh, ja, heb jij een BBL gedaan? Ja, of? ja twee rondes. En toen jij uh, dat deed, wist jij ook van deze verhalen of dat nog niet? Nee, ik wist niet van deze verhalen af. Ik wist wel natuurlijk dat er risico's uh, aan zitten en gevaren. Maar ja, ik wist niet dat je er echt aan dood kon gaan op deze manier mm -hmm. door dit... Um, en dat wist ik pas na mijn eerste BBL. Dus uh, ja. Maar ja, had ik het wel geweten, had ik het denk ik alsnog gedaan. Ja. Ja. Dus je staat er nog steeds achter? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, maar toen de tijd was. Dat ik super koppig. Ja. En op dat moment wilde ik het heel graag. Dus ja. ik dacht, ja, maakt het me niet uit. Mm. Ik doe het gewoon. Mm -hmm. uh, en achteraf gezien, wel na mijn tweede BBL pas, heb ik er zo'n spijt van dat ik het überhaupt heb gedaan. Waarom? Uh, ja, die arts heeft me echt verminkt. Oh. Hij heeft te veel vet in mijn heupen en mijn kont gespoten. Waardoor ik nu echt met zo'n bil loop. Ja. En um, ja, gewoon de plekken waar die vet heeft weggehaald. Het is gewoon niet mooi strak gemaakt. Kijk, ik ben gelukkig gezond. Mm -hmm. Dus daar ben ik echt ja, heel blij om. Maar, goed dat uh, het, ja, dat ja. je dat zo ziet. Ja, precies. Het had inderdaad slechter kunnen gaan, maar. Um, ja, ik heb er immers wel voor betaald. En je verwacht een bepaalde beeld of een visie, weet je wel. Ja. En, Waarom ja. ben je voor de tweede keer gegaan? Omdat de eerste keer al niet goed was? Of? Nee, de eerste okay. keer was eigenlijk perfect. En ik had het daarbij moeten laten. Oh, wow. Maar um, het is niet dat ik meer wou. Maar ik kwam op een gegeven moment heel veel aan. Okay. En toen dacht ik van, nou ja, weet je wat? Ik heb dit keer geen zin om daarvoor te moeten sporten. Ik ga het eerst weghalen, wegzuigen en uh, mijn billen mooi maken. En dan de rest met trainen doen. Mm -hmm. En ja, dat had ik gewoon niet ja, moeten doen. Ja. Oh, wow. En is het dan niet iets dat je nu denkt van oké, okay, laat me dan een derde keer gaan om dit te laten fixen? Ja, en je dat je ben ik ook wel van plan. Okay. Maar dan geen BBL, maar dan echt puur vet weghalen ja. en eigenlijk corrigeren wat er is gedaan. Mm -hmm. okay. um, maar veel artsen zijn daar niet. Um, ja, die durven dat gewoon niet omdat ze ook denken: van ja, dit kunnen wij niet. Mm -hmm. Of um, wij kunnen niet meer terugdraaien, omdat het, ja, het is eenmaal verpest. Mm -hmm. Dus ik ben nog op zoek naar een arts. Ja. Maar die andere keer heb je dat in Nederland laten doen? Beide keer in Turkije. Turkije. Ja. Ja. Zou je nu ook weer teruggaan naar Turkije? Ja, ja. maar zeker niet naar dezelfde arts. arts. Ja. Maar uh, er zijn heel veel goede artsen in Turkije. Ik denk ook omdat ze daar zoveel klanten hebben, dat ze daar veel meer ervaring hebben op gebied van uh, BBL en dat soort dingen dan in Nederland. Um, dus ja ik vind dat maar... ook hoor ja bijvoorbeeld ik zeg je heel eerlijk al mijn beauty dingetjes dat doe ik zelfs in Iran het liefst want mm. daar zijn ze gewoon meer specialiseerd ja. mag ik ja. vragen wat jij allemaal wel eens hebt gedaan uh, ik heb mijn uh, wenkbrauwen wel eens getatoeëerd mm -hmm. uh, dat heb ik in Iran laten doen ik heb mijn eyeliner oh helemaal getatoeerd. in Iran gewoon ja mijn ja. eyeliner maar niet laat maar zeggen echt de eyeliner voornamelijk dan zetten ze uh, zwarte puntjes tussen je wimpers oh wow en dan lijken je wimpers voller oh, ja. oh ja. sick ja dus uh, ja. dat eigenlijk. Maar daar zijn ze gewoon... Ze weten gewoon precies met wat voor inkt... met wat voor nieuwe apparatuur en dat soort dingetjes... hoe ze dat het beste kunnen doen. Dus Deel dat weer... pijn trouwens? Ik wel... ging kapot. Oh, oh ging wow, kapot. wie mooi moet zijn mee. moet dus echt ja. pijn lijden. Ja, ja, ja. oh, wow. Want wat daar, wat daar wel weer is... daar mogen ze sneller verdovingsmiddelen gebruiken. Ja. Mm -hmm. Hier niet, snap je? Dus hier ga je echt doodgaan als je bijvoorbeeld je wenkbrauwen doet of zo. Maar daar mag het wel. Maar ondanks dat er zitten zoveel zenuwtjes hier. Dus je voelt alles. Gezicht, is je ja. gezicht zo gevoelig? Ja. Ik heb ook één keer gedaan, maar ik ging dood. Ja, nooit meer. Me nee. Weet nog dat ik daar oh, zat goed. en dat ik tegen die vrouw zei: hoe lang duurt het? Ze zei: hmm, ja, misschien twee uur is zo schat. <laughs> Deze vijf minuten kan ik gewoon niet aan. <laughs> ja, maar ja, je moet ja. alles om al nooit zijn. Wauw, zus. En ben je achteraf wel blij geweest, maar was je blij met het resultaat? Ja, maar ik, ben, ik ben heel blij. Maar ik wist heel goed wat ik wilde. Ik heb duizenden foto's gezocht, voorbeelden. En uitgezocht waar wel en waar niet. En toen heb ik het laten Ja, maar dit was ook niet zo risicovol, toch? Nou ja, ik kon ook scheven wenkbrauwen krijgen. Gewoon. Ja, maar daar ga je niet dood aan. Nee, nee. zijn heel veel mensen met z'n nee, nee, wenkbrauwen. Nee, nee, dat is waar. Ik zei, <laughs> dat is echt zo. Ja. Ja, ja, maar met haar oog bijvoorbeeld. Ze hadden met die ja, die, die in haar puntjes, oog prikken. dat is wel een gevaarlijke. Dus, ja Die ja, lijkt zeker, me wel een... Ja, zeker. Oei, oei oei, ja. oei, oei. Moet je geen zenuwachtige arts hebben. Nee, klopt. Dus. Damn, man. Maar wat was de, oh. de reden waarom je het überhaupt... Uh, ging doen de eerste keer? Ik? Ja. Mijn BBL? Ja. Oh, um, nou ja, weet je, met trainen um, ga je geen groot, grotere heupen kunnen krijgen, omdat je Oeh, niet echt okay. spieren hebt in je heupen. Ja. Je hebt wel ja. spieren in je billen, maar geen, niet in je heupen. Dus um, ja, ik wilde graag een beetje die Kim Kardashian heupen, weet je, iets voller. Komt de naam uh, toch weer uh, <laughs> Toch voorbij, Helaas, hè? ja, ik wil het ook niet meer zeggen, maar ja, het, het is toch, ja, um, je, je kijkt naar dat soort meiden op internet ja. en je ziet alleen dat en op een gegeven moment denk je van, oh ja, dat moet ik ook hebben. Um, dus vandaar dat ik uh, voor een BBL ben gegaan. Mm. En als er dan nu van die meisjes die tegen jou komen zeggen van uh, ik wil dit doen, wat zeg jij dan? Ik zeg uh, denk eerst goed na, echt heel lang na, ja. um, praten met anderen over, luister ook gewoon naar wat anderen te zeggen hebben erover en vooral in je eigen kring ook. Um, maar denk er goed over na. En ga niet impulsief een operatie willen doen zoals wat ik heb gedaan. Omdat je een keer een foto hebt gezien van een meid met mooie billen of mooie heupen. Um, ja, en wat ik, wat ik zou doen, denk ik, nu is gewoon een foto van mezelf bewerken. En dan mijn heupen of mijn kont vergroten om te kijken of het überhaupt staat bij mijn lichaam. Oh ja, yeah, zo. So. Mm. Dus misschien is dat een idee, weet je wel. Oké, okay, dat is eigenlijk best wel een goede. Ja. ja, en naar alle gevaren. Kijk, gewoon je goed inlezen in al die operaties. Ja. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik ben er niet op tegen persoonlijk. Uh, want ik zeg je, als ik bijvoorbeeld uh, helemaal geen contact had, of ja, dat je lichaam niet in shape was. En je kan iets ook heel hard trainen, maar je krijgt niet altijd wat je wil. Daar geloof ik wel echt in. Kijk, tuurlijk helpt trainen heel veel. En ik zou ook eerst mijn best doen om te kijken wat voor resultaat ik daaruit ja. haal. Maar als het echt niet anders kan en het maakt jou gewoon gelukkiger, omdat. Dat gewoon, soms zit dat gewoon mentaal ook, hè? met een bepaald dingetje van je lichaam. Niet iedereen is altijd helemaal happy, happy met, met iets. hoe je eruit ziet. Ja, maar wat ik dan denk is... veel meiden die zijn inderdaad mentaal niet happy... en die denken dat ze dan mentaal wel happy gaan zijn dat na zo'n operatie. Niet, ja. Maar dat is het zeker niet. Je gaat niet tevreden zijn. Je gaat alleen maar erin doordraaien en meer willen. En op een gegeven moment... Het is net een tattoo. Daarom. Je neemt eentje, het dan houdt je er nog één. Nee. Dit nog mooi en dat nog mooi. Ja. Dus dat is het wel. Maar als het echt niet anders kan en het zou je helpen... Bijvoorbeeld, ik vind een neuscorrectie. Sommige mensen hebben echt een heftige neus. En ik kan dan echt begrijpen van dat je denkt: van ja, dat zou ik ooit wel in mijn leven willen doen. Ja. Maar ik, die mensen die er helemaal in doordraaien, dat denk ik van ja, zonde. Want heel vaak, als je dan terugkijkt naar die oude foto's en dan denk ik: van johan, dat is mooi, mooi. ja, waren ja. ze mooier, hè? Ja, ik herken ja. dat. Ik herken dat echt wat je zegt. Kijk. Ik, ik zat er nog een beetje in zoals jij er ook in zat. Van. Ik vind niet dat het fout is als iemand dat doet of zo. Tuurlijk, ik, het is ook niet iets wat je aan moet moedigen. Nee. Maar Lena zei net echt iets belangrijks. Uiteindelijk is er iets intern wat je moet fixen waar je, waar je last van hebt. Mm -hmm. En natuurlijk kan het externe een klein beetje daarbij helpen. Maar het helpt niet. Het draagt niet bij aan, aan het fixen van je interne probleem, zeg maar. Het Precies. feit dat je, gewoon, je zelfbeeld gewoon niet correct is over jezelf. Dat je gewoon niet een. Goed beeld heb over jezelf, terwijl je eigenlijk wel geweldig bent. Ja. Terwijl je bent wel mooi. Alleen jij ziet dat zelf niet. Zo'n operatie gaat dat niet veranderen. Nee. Misschien tijdelijk. Waardoor je dus, als dat weg hebt, weer zin heb in een ingreep. En maar iets gaat bedenken. Die ja. je ergens hebt gezien van, oké, okay, dan kan ik weer even dat gevoel hebben. Ja, ik, maar ik vind het tegelijkertijd nogmaals. Ik zou het echt never promoten. Maar ik snap ergens dat het voor sommige vrouwen echt heel moeilijk is, man. Mm -hmm. Als je gaat scrollen en je ziet bam, deze vorm, deze vorm, deze vorm. Ook Die van heeft mannen, hè? Dat... Ja. Mannen zijn nu deze dagen allemaal op Fitlife. Uh, ja, en bij ons en is stil. het een ander, ander dingetje, anabole. Ja, ja, klopt. Daar moeten we het een keer over hebben ja. hier zo. <laughs> ja. gaan we doen. Ja. Maar wat, ook, wat ik ook heel graag wil zeggen, want hoe oud ben jij, Lena? Oh, je moet 24. Ja, 24. Ze moest even denken. Even 24. denken. Ja, nee, Soms denk ik dat ik nog 21 ben. Nee, en wanneer was de nice. eerste keer dat je dit had gedaan? Um, 21 geloof ik. Oh, of 20. Je je. 21. Echt ja. jong. Dus ik was echt jong. Ik ja. ben want... nog steeds wel jong, maar ja, toen ik eraan begon, was ik echt jong. En um, Ik vind ook dat die leeftijdsgrens eigenlijk echt omhoog moet gaan. Dat vind ik dus ook. Want ja. ik merk heel erg als ik terugkijk naar mijn leeftijd toen ik 21 was, maar ook toen ik 25 werd en 27 zelfs, dat zijn allemaal fases in life dat ik er steeds anders begon uit te zien. En als ja. ik dan nu soms in de spiegel kijk, dan denk ik: oh, ik was heel onzeker over dit of dat, maar eigenlijk is dat weg. Snap je? En soms is het natuurlijk weg door het mentale, maar ook gewoon om je lichaam blijft groeien veranderen. en veranderen. Ja. Dus soms denk ik wel van: nu snap ik waarom mijn moeder zei: pas op je zoveelste mag je dit, of op je zoveelste mag je dat. Dus ik denk ook wel dat het heel goed is om soms te wachten. Maar ja. zijn er dan, naarmate je nu, uh, ja, je bent al dertig ondertussen, zijn er dingen waarvan je zoiets hebt van, oeh, dat is niet meer zo nice als vroeger. En dat zou ik wel willen oh, veranderen. Wel. Mijn gewicht. Op een gegeven moment, ja, je ja, wordt gewicht? Wat zegt gewicht? Nou, dit. En ja, maar schat, die heeft iedereen. <laughs> en nee. maar ik zeg je eerlijk. Know, maar, maar ik zeg je eerlijk. Sommige mannen vinden dat gewoon nice. Echt? Ja, sommige mannen vinden het, het gewoon niet zeker over hoor. Ik, ja, heb, dat toch? Ook, ik heb dat ook dan weg laten op, halen, maar ja, ja. Dat, je ziet het nog steeds wel. Dan sta je op de foto en dan staat er zo'n grote spierenbal zo hier door mijn kast. <laughs> toch? Dat is <laughs> ja. zo lelijk en dan voel je je gelijk zo opgezwollen. Het gekke is, wij mannen, je, wij hebben het nooit over dat man. Nee. Of zeg maar, als, het, als we jullie beoordelen op jullie looks, zeggen wij we nooit: Oh, what the fuck, op armen heb je dat gezien. <laughs> nog nooit heb ik een man, nog nooit in mijn 40 jaartjes heb ik een man dat horen zeggen. Maar het valt ook wel reuze mee, hoor. Het is niet zo heftig, maar als bijvoorbeeld mijn andere vriendinnen dat altijd zeiden over een arm dag ik doe normaal ik zie helemaal niks en nu je het zelf ja. hebt of het begint te zien dan denk je van wow nu snap ik dat maar het is helemaal het is ook niet altijd iets wat iedereen opvalt het is echt voor jezelf het is dus. echt voor jezelf ja hè? maar je kijkt ook elke dag naar jezelf in de spiegel ja. en daarom zie je ook weer dingen die je wil aanpassen of denkt van oh echt? ja dit kan beter terwijl andere mensen dat niet zo zien echt dus ja, ja. Net als um, de ene heeft krullen die wil stijl haar... en de andere heeft stijl haar die wil heel graag krullen. En het als ze het omruilen, goed. willen ze allebei weer terug naar het oude. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Je hebt het nu over vrouwen, toch? Want wij mannen hebben dit niet. Ik zie mannen ook gewoon haar hebben. Wij hebben dit niet. Wij, maar... we, wij weten wat we willen. Dus zijn mannen nergens dan <laughs> echt onzeker over? Tuurlijk zijn mannen over van alles onzeker. Bijvoorbeeld oh, spieren. Mannen willen graag gespierd zijn. Ik denk dat dat één dingetje is. Ik denk dat sommige mannen onzeker zijn over kaal worden... Oh, ja. ja, dat is wel goed. Grijs worden minder, ja. omdat heel veel vrouwen dat aantrekkelijk vinden. Ja, ja, daar ja, komen ook. mannen dan achter en denken ze, oh, grijs is <laughs> eigenlijk wel goed, gewoon. Mm. snap je? Dat zijn denk ik wel de dingetjes waar sommige mannen het een beetje over hebben. Dus ja, ja. je lichaamsbouw, je wil een ja, beetje gespeed Kaal worden vinden mannen echt moeilijk. Kaal worden vinden sommige mannen echt heel moeilijk. Maar ja. ik, ik zie ook veel jonge mannen dat uh, nu krijgen. Gewoon op jonge leeftijd al ja. dat ze inhammen krijgen. Soms komt het gewoon, is dat genetisch, maar soms ja. is het ook door voeding. Door wat we vandaag de dag eten. Ja, man. Nee, joh, Dat is ja, zeker ik echt weten. Maar, ja. En door het dragen van een pet, hè? Ja, en anabolen. Daar word je ook sneller kaal van. Ah. Er komen toch die anabolen elke keer weer <laughs> ja. terug? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ja, zeker. man. Nee. In veel gevallen is dat zo. Jay, wat vind je van mannen die dan ook van die cosmetische ingrepen doen? Zoals fillers, Botox of inderdaad... Een, uh, hoe zeg je dat? Ooglidcorrectie. Ooglid ja. ja, prima toch? Zelf of zelfs sixpack? Die vind ik wel lui. <laughs> lui. Want als je gewoon je voeding verandert, je gaat twee keer. Je gaat drie keer in de week gewoon een soort van 40 minuten gewoon snel lopen. Je hoeft niet eens te rennen. Je gaat gewoon een goede wandeling maken. Je gebruikt je armen erbij. Doe je gewoon half uur en 40 minuten drie, drie keer in de week. Ja? Je verandert je voeding, heb je, heb je ook eigenlijk een platte buik. Mm -hmm. dus dat vind ik gewoon lui. Mm -hmm. Maar goed, wil je, wil je een klein botoxje spuit of weet ja, ik wat ja. Ik judge dat gewoon niet omdat. Je, Iedereen heeft zijn eigen keus, weet je, en uh, iedereen mag gewoon zelf weten wat ze daarin doen. Um, alleen, ik moet wel zeggen, los van die buikspieren, uh, tory dus die soort van liposuctie, uh, zijn die ingrepen niet zo risicovol als bijvoorbeeld een BBL. Ja, of ik zeg, of een liposuctie als mannen dat doen, dat, dat neemt toch best wel risico's met zich mee. Ik zou dat gewoon eng vinden. Maar hoe ik doen moet, ze dat? Ja ik moet Wegzijgen. even ja, inhaken bij de mannen, die sixpack, soms spuiten ze volgens mij ook uh, vet weer terug ja? op die plekjes om echt die sixpack te, te krijgen. Dus je kan zeg maar die strakke buik hebben. Maar die sixpack dat steekt naar voren. Dus volgens mij spuiten ze daar weer vet in. Oh, en dan mee. kom je op hetzelfde verhaal als die BBL. dan spuiten ze misschien Vroeg net nou in de motor. Altijd aan. af Jakkes. hoe dat dan al die blokjes dan weer terugkomen. Ja. <laughs> of uh, ja, ja, sick. Maar goed. Ja, of ze, ze uh, zuigen te veel vet weg. Dat is ja, natuurlijk dat ook, ook gevaarlijk. Ja. Ik maar heb ja. daar een foto van gezien. Van een arts ergens in Zuid-Amerika. Die was heel bekend. Cabral. Of zo? Ja, die had een dode lijst. Hè? Ja, die had een dode lijst gewoon met vrouwen die zijn overleden door hem. Omdat hij zo heeft, zodanig, laat maar zeggen, vet wegzoog uit de buik. Dat een vrouw haar vel lag gewoon op haar organen. Hè? Dus je zag gewoon haar organen gewoon door haar vel heen. En die is Shit. na 24 uur gewoon overleden. En er is gewoon, er was. Een soort van boosachtige programma. Die was dus daarheen gevlogen. Die had ze dus geconfronteerd. En die man wou op een gegeven moment niet praten. Ze zei: van ja, als je dit wil, sommige vrouwen willen mooi zijn. Ja, dan moeten ze maar gewoon. En gewoon heel easy alsof het niks is om dood te gaan. Zo heftig. Geen ja. goed. Echt vreselijk. Man. Maar vind jij het bijvoorbeeld niet eng um, als je dan naar het buitenland naar zo'n uh, ziekenhuis gaat? Ik vind, ik moet bijvoorbeeld hè, iets heel doms, maar ik moet mijn amandelen laten weghalen. Mm. Ik kijk er zo tegen op om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan hier in Nederland. Maar dan ga je ineens naar het buitenland, je weet niet, ze spreken een andere taal en je krijgt heel veel pijn. Is dat niet eng? Tuurlijk, het is altijd eng. En. Um... Het voordeel wat ik heb gehad was dat ik wel een soort van reisgids bij me had. Oh ja. uh, die die boeken of uh, die die uh, reis um, ja die groepen regelde, uh, regelde alles, en ja. dat soort dingen. Dus zij sprak wel de, de taal. Mm -hmm. um, dus ik had wel iemand die dat voor mij kon regelen. Anders zou ik mm -hmm. het ook niet durven. Nee. In een onbekend land, onbekende ja. mensen, onbekende taal. Nee. Um, ja nee. En die groepen dan? Is het dan zo dat je die uh, die dame of hier dan leert kennen. ook voordat je dit doet en diegene toevertrouwt? Ja, zij komt zelf uit Nederland. Dus okay. ik had al contact vooraf met haar. Mm -hmm. En uh, ja, ja, gewoon alles besproken met haar. En um, ja, daarna ben ik pas erheen gegaan. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ik daar kom en pas alles voor het eerst. Hoor, nee, zei, precies. Nee. Oké. Okay. Okay. Ja, je ziet het wel veel meer. Ik wil bijna zeggen in het straatbeeld, maar dat is het eigenlijk ook wel gewoon. Dat, dat je gewoon kan zien: oké, okay, iemand heeft de ingreep gedaan. Mm -hmm. Dat is gewoon nu een soort van. Genormaliseerd. Het is gewoon normaal, zeg maar. Ja. Een soort van. Het is bijna een soort van status-symbool ook geworden. Van hé, ik heb mijn borsten gehad, ik heb mijn figuur gefixt. Het is bijna een soort van. Als je het niet hebt, als je je lippen niet gedaan hebt, dat je eigenlijk een soort van skeer bijna bent. En tegelijkertijd dat natural nu ook een soort van extra bijzonder aan het worden is of zo. Ja, maar daarom Over zijn ze echt. nu ook van die operaties en tweaks aan het doen. om er zo natuurlijk mogelijk uit te zien, ja. maar dan net iets meer. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel vrouwen... die er gewoon natuurlijk uitzien, maar wel iets aan hunzelf lijken. is ja. zo. Maar ja. dat vind ik wel mooi. Dat ik vind van... dat nice. Ja, ja, ja. Ja. Weet je wat ik heel erg vond? Ik was dus een tijdje terug uh, even naar een feestje gegaan in een club. En toen was er een dame die had overduidelijk BBL laten doen. En toen gingen jongens haar op een gegeven moment van ver uitlachen. Van mm -hmm. oh, look at her, weet je wel. Echt een, een tijdje terug was dat dus juist een ding... dat mannen dat heel nice vonden en dat juist wilden. Snap je? Dus ja. dan denk ik ook weer van zo'n ingrip... Is is wel um, voor altijd. Dus denk ook aan dat van is wat is zo. nu de hype en gaat dat straks over? Blijft het nog voor altijd en mooi? En dat is het dus ook. Zo. Iedereen volgt een hype inderdaad en op dat moment oh, ja. is een grote kont in. Uh, andere momenten zijn die grote wenkbrauwen weer ja. in, weet je wel? Dus ja. Nu, nu komt een beetje die heroïne chic, weet je wel, weer terug. Dat iedereen, net iedereen is skinny. Ja, super ja. skinny is. Dat ga ik nooit helemaal de shit vinden. Nee, nee. moet gewoon tussenin, doe gewoon normaal, toch? Ja, ik denk, dat, uitzien. Ik denk dat je gewoon uh, ja. Ja, je mag wensen Een wens beetje beeld, hebben. een beetje niet. Ja, en er zijn vrouwen met een, met een iets grotere beeld die mooi zijn, maar vrouwen met een best wel platte beeld die ook heel mooi zijn. Ja. Ik bedoel, schoonheid zit hem niet alleen in één ding. En het lijkt wel alsof we vergeten dat karakter ook een deel van schoonheid is. Hoe een man of vrouw zich gedraagt ja, en houding. draagt ja. en houding, hoe je andere mensen behandelt, is ook een deel van je schoonheid. En die kan je niet uh, via de plastic chirurg uh, nee. fixen. Nee. Dat is wel iets wat je in life door aan jezelf te werken alleen kan fixen. Ja. Ja. En dat wordt een beetje vergeten. Dat, dat, je toch, dat je imago niet alleen wordt gevormd door je uiterlijk, mm -hmm. maar ook door hoe je als persoon bent, zeg ja. maar. Ja, 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 ja. Dat is ook wel een ja. theorie. Zou jij eigenlijk iets aan jezelf willen veranderen, Jay? Nou, ik zou wel een paar kilo's aan willen komen, maar niet in ja? vet. Ja, zou ik niet of erg. Maar niet vinden. in vet. Nee. Oké. Okay. Nee, gewoon meer spiermassa. Okay. Zou, zou ik niet erg vinden. Nee. Was er iets waar je vroeger heel onzeker over was als man? Iets bijvoorbeeld begin 20 was er iets waarvan je onzeker was of liever wou veranderen? Aan ik moet zeggen, in die tijd was ik eigenlijk fysiek zo'n beetje op mijn best. Ik sportte mm. heel veel, ik deed ook sportopleiding. Dus ik ging lekker gymmen. Uh, ik zag er gewoon echt wel nice uit, al zeg ik het zelf, gewoon lichamelijk. Dus dat was wel een soort dat waren mijn piekjaren 21, 22, 23, zo zeg maar. Wat dat betreft. Dus ik had dat niet echt zozeer, al zeg ik wel. Nu? nu zie ik er niet slecht uit, helemaal niet voor mijn leeftijd. Maar een kleine 6, 7 kilo aan spieren erbij zou ik niet erg vinden. Okay. Wat echt heel moeilijk is voor mij. Dat is want veel, ik, hoor. ik kom niet zo, zo snel aan. Nee. Ik kom zo helemaal niet snel aan. Ja. Ja, ja. Ja. Gelukkig kan ik wel op een soort level. Ben ik wel gewoon blij met mezelf, snap je? Ik ben wel echt blij met wat ik heb, hoe ik eruit zie en dat ik gezond ben, dat dingen werken aan mijn lichaam. Mm -hmm. dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik eigenlijk wel belangrijker, eerlijk gezegd. Ja. Zijn jongens ook wel eens uh, onzeker over hun tolly? Ja, sowieso. Ja, sowieso. Maar tot welke leeftijd hebben ze dat vaak? Ik weet niet tot welke leeftijd mannen dat kunnen hebben, ik maar ik kan me voorstellen wel, dat als je erachter komt, zeg maar. Dat je echt een hele, hele kleine hebt. Dat ik, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel een blijvend ding kan zijn. Maar tot wanneer blijft dat groeien eigenlijk? Ja. Oh, dat is een goede vraag. Tof? Ik denk... Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik, ik ben nu minuten niet, niet denk, dat dat groeit. Ik denk... Een baby met zo'n groeit op je Juist, Ja, is lullig. Oh, wauw. Goed. Goeien. Ik was even hele <laughs> Ik het. Dat wel groeien. Lullig verhaal dit. <laughs> um, uh, ik denk eind tienerjaar of zo... Oh. Oh, ja. dan wordt het volgens mij niet uh, spectaculairer of zo. Maar lijkt me lastig als man. Ook niet minder man. spectaculair. Huh? Kijk, wij vrouwen kunnen ook dingen hebben daar beneden... maar als man lijkt het me echt een ding... als je van jezelf weet van... ja, het is toch niet zo. Het lijkt me echt fucked op, want je, wat kan je eraan doen? Nou, je kan er dus wel wat aan doen. Het blijkt dus, dat heb ik me laten vertellen... door een dame die ik ken, die ook die reisjes plint... Hmm. dat je volgens mij, was het vier centimeter... je kan het max vier centimeter verlengen verlengen, ja, maar niet verdikken. Nee, of... verlengen alleen. Oh, Oeh, maar waarom zou je... Dat is wat ik weet, hè? Ik weet, niet, misschien kan het wel. Ja, ik heb wel eens gehoord of misschien zelfs gezien. Ik weet het even niet meer zeker, maar dat ze dan zo'n zuigding op je tollie zetten en dan zuigen en dan pompt die die pompie de bloed je. bloempje of zo. En dan... Oh, maar dat is gewoon tijdelijk of zo. Is niet een ingere. Oh, ja, dat weet ik niet. Nee, dat ja, is ja, de, uh, die, weet die niet. Kylie lips, weet je nog, dat je Juist. met zo'n cupje, ja, oh. dat, zoiets doen ze dan. Vertel, dan wordt je tollie vergozend. Nou ja. Lekker maar. Ja, sorry, maar het is toch Echt raar. Lekker, maar ook die verlenging, hoe dan? Hoe verleng je Ik zeg je eerlijk, er hoeft, er hoeft geen mes daar bij mij in de buurt te komen ofzo, oh. of zo. Iets dergelijks, of een prik of iets. Nooo! I'm happy. Maar of zeg, I'm stel happy. als dat fout gaat. Eén, je kan misschien nooit meer plassen. Ah. Twee, misschien nooit meer plassen. Je kan nooit meer is kinderen krijgen. Moment? Dat ja. zou ik eerder, eerder. Kinderen krijgen en misschien kom je nooit meer. Uh, ja. Kan je nooit meer gewoon de daad ja. verrichten, zeg ja. maar. Ja. Eh. Maar ik denk dat het niet heel vaak voorkomt. Want bijvoorbeeld, je hebt met uh, transgenders... Um, weet je, dat ze dan gaan ombouwen naar beneden. Oh, ja. Dat gebeurt ook veel. Tuurlijk, ja. En ik denk dat, het een beetje, dat je het ook een beetje zo kan zien... Mm -hmm. dat het dan verlengd wordt. Oh, wat ik wel... Wat wel goed, maar ja. kan het ook zo... Wauw, nu gaan we diep. Maar kan het ook dus dan dat een vrouw een penis kan krijgen? Ja, dat kan hadden hier eigenlijk de dokter bij moeten gaan. Ik leer iets hier. Ja, echt, ja, dat oh, ja. Daarom, ik, vind, ik vind het maar, wel mooi dat het dat Oké, okay, hoeveel valt. luxe heb je dan? Kan je zeggen van ah, doe maar ongeveer zo, doe maar ongeveer zo. Ja, dat weet ik dus ook Ik ook. weet wel uh, want ik ken iemand die was uh, voorheen een man en die is nu een vrouw. Um, en ik weet wel dat ze gewoon kon kiezen of uh, wat voor vagina ze wilde hebben. Oh. Uh, dus ze kon echt zeggen: van ja, ik wil een, een lapje of geen lapje. Ik, wil maar ik denk dat zo... het laat maar wat zeggen, kleiner maken, makkelijker is dan, laat maar zeggen, iets groter maken, toch? Dus ja, van ja, een toy naar een vagina. Ja. Ja. ja, ik weet het ook niet. Zeker. So, <laughs> Wow. Ja, wat een vraag. Om, ga... om antwoord te geven, er zijn echt wel mannen onzeker over. En er zijn sommige mannen ook die zeg maar uh, een soort van semi-last hebben van groot. Mm. En er zijn mannen die onzeker zijn over klein. Ja. ja mm. Die zijn er allebei. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ja. Ik heb een complicated question. What's om even over it? iets anders te praten. Ja, uh, het is een lange, dus uh, oh, bear jee. with me. Oké. Okay. Hi my NJ. En gast, nou, in dit geval Lena. Dus, ik heb een vraagje omtrent mijn long distance relationship. Zijn naam is Christian, gewoon naam gooien gewoon. Hij is 21 en hij woont in New York City, dus in New York. Ik heb hem ontmoet op een schoolparty toen ik voor een semester in het buitenland studeerde. Toen ik hem ontmoette, gaf hij al aan een slechte tekster te zijn. Het was voor mij dus geen grote verrassing dat hij steeds laat terugberichten. Red flag. Ik ben sinds twee weken weer in Nederland. En nu is het contact nog meer aan het vervagen, helaas. Nu weet ik dat hij het druk heeft met werk overdag. Maar later op de dag zie ik vrij vaak voorbijkomen dat hij met zijn vrienden buiten aan het chillen is. Mm, I told you. Als je echt iemand zou missen, zou je toch denken dat hij er iets meer moeite voor ging doen? Hij zegt namelijk dat hij binnenkort naar mij toe wil komen. Is dit gewoon een gevalletje? Als een man echt wil, zou hij het doen? Of denken jullie daar anders over? Het gaat Skip Groetjes. die man, skip, die man. Ja. skip. Toch? Hij houdt haar aan het lijntje, daarom zegt hij dat. Dankjewel. Ik denk niet dat hij gaat komen. En als nee. hij komt, komt hij echt niet voor jou, maar voor Amsterdam ja. of zo. <laughs> en <Smoken laughs> of zo. Nee, man, echt. Skip. Echt, nee, man. Dat is echt nee. een rode vlag. Ik haat het wanneer mannen zeggen: ja, ik ben niet echt zo'n tekster. Kill. Misty? Dan bel me. Bellen. Snap je? Ja. Ja. Mist Nee, man. Je hoort mm. het lieverd. Laat die man in New York. <laughs> ja, even, maar, maar even, zonder, zonder. Dit is geen judgment naar jou, maar ik kan, ik kan het ook wel begrijpen, zeg maar. Is het soms niet een soort van als je in het buitenland iemand leert kennen, nog romantischer of zo? En nog. Ah, is ja, het ben je nog kunnen. niet meer in een. Wow, ik heb een Amerikaanse guy in mood. His name is Christian, <laughs> zeg maar. Snap je? Is dat niet? Kan, kan. Nog sterker kan je niet daardoor nog sterker in een soort van. Ik wil niet vakantieliefde zeggen, want dat, dat klinkt misschien disrespect van haar gevoel, maar ik bedoel meer van. Een soort van bubbel. Ja, dat je daar net even iets harder in gaat, waardoor hij makkelijker weg kan komen met zoiets als: Ik ben een slechte tekster. Ja. Ja. Je ja, zou dat... toch zelf ook willen weten wat je vriendin aan het doen is, ja. als hij in Nederland is. Ja. Waar ze ook is. Je zou toch willen weten: Oké, okay, wat ben je nu aan het doen? Hoe gaat is het? Je zit dan en... in een andere soort bubbel, inderdaad. Ja. Maar. Ja, ik weet niet, man. Je moet er ook wel van houden. Ik hou niet van die distance. Uh. Nee. Ik voel dat ook niet, eerlijk gezegd, persoonlijk. Maar dat is gewoon een persoonlijke ding. Ja. Doen, ja, ja, ik wil gewoon met je kunnen zitten, man. Hoe groot kan die distance zijn? Ik New bedoel, York is ver. New York is ver, inderdaad, maar New een paar York. uurtjes kan nog. Nee, dat is geen eens nee, distance. Vliegen, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, een paar uurtjes rijden, gewoon even dat twee prima, uur rijden ja. voor elkaar. Ja, dat is prima, man. Nee, ja. dat is prima. Je kan dus gewoon nu vliegen? spontaan vinden, ik wil over twee uur bij je zijn. Ja, precies. Dat is moeite doen gewoon, weet je wel. Ja, toch? Maar een ticket van uh, 800-900 euro boeken om iemand te kunnen zien. Dat is wat en alweer. dan nog 7 uur vliegen. Yeah. Kost je minimaal een soort van 12 uur om daar te komen. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat is een andere grap. Dat is een andere ja. Dan moet hij op zijn minst een goede tekster zijn. Ja, zeker. Exactly. Dus skip hem. Skip. Christian gaat geskipt worden, maar boy. Ook moet Engels. Christian, you're going to get skipped, boy. <laughs> <laughs> Wist hij ja. En ja. Maar wat als hij naar Nederland komt, dan Wat moet ze dan doen? Ze kan chillen, ze kan een leuke tijd hebben, toch? Ja, maar ze is ook maar voor één keer. Ja. Dat kan je toch ook niet serieus nemen? Ja, maar dan, maar dan moet je dat weten dan voor jezelf, toch? Wat heel ja. moeilijk te scheiden is. Als je ja. iemand echt leuk vindt. Nou, kijk, hij kan komen, dan kan ze testen hoe leuk ze hem nog steeds vindt. Hij kan wel gewoon naar een hotel, dan hoeft ze niet in, in haar, haar aura te zitten als het niet goed gaat, toch? Dan test je jezelf en dan heb je misschien een leuke tijd of niet en dan is het ook weer duidelijk, toch? Oké, okay, maar ben je dan niet... Ja, ik, ben maar, ik ben maar aan het doorgaan. Ben je dan niet een beetje nog steeds in die bubbel? In Nederland weer, bam, hij gaat overal met haar. Misschien handen. niet, want zij is weer Ik thuis zou het skip hoor. Ja. Ik zou het echt hoe dan ook skippen. Ja, ik skip denk hall. ik ook hoor, maar skip als je echt zou hall. willen... Ja, ja. <laughs> Nee, nee nou ja, ja blauw. <laughs> zeg hem, je kan vliegen naar Skip Hall. <laughs> Jeze. Deze Jay heeft te veel redden van voor vandaag. Nee, Christy, je moet gewoon naar Skiphol. Ja, nee. Misty, kies voor jezelf, girl. Er zijn heel veel, heel veel guys die nice zijn. en die wel voor je willen gaan. die wel je berichtje willen beantwoorden. en die jou gaan teksten zelfs. Vind je die? Ja, nee. Ja, nee. You're worth it, girl. Heb je ook een uh, complicated question? Je ziet waar je moet zijn. Het wordt hier opgelost. Hier zo bij It's Complicated. Stuur het gewoon naar itscomplicated.finnix.nl En dan gaan Maya en ik of onze gast jou helpen. Yes! Thank you, thank you. Thank you.